Welkom bij Rotterdam Onderweg, het bereikbaarheidsjournaal van Rotterdam en omgeving. Deze week kijken we naar werkzaamheden bij en op de A15. Het Weena is deels afgesloten. Werkzaamheden op de Reeweg en in IJsselmonde wordt gewerkt aan 3 fietspaden. Komende week is de Trentweg bij de A15, ter hoogte van oprit 14 Rozenburg Centrum, 's nachts in beide richtingen dicht voor het auto- en fietsverkeer. De afsluitingen duren van maandag 28 juni tot en met zaterdag 3 juli. Iedere nacht van 9 uur 's avonds tot 5 uur 's ochtends en op zaterdag tot 8 uur 's ochtends. Tijdens het werk is ook toe- en afrit 14 in beide richtingen dicht. Omrijden kan via de Theemsweg, toerit 15 en afrit 13. Meer informatie vind je op rotterdamonderweg.nl/A15. In Rotterdam Centrum is het Weena dicht tussen het Kruisplein en de Karel Doormanstraat. Van maandag 28 juni tot en met vrijdag 2 juli. Tussen 7 uur 's ochtends en 4 uur 's middags. Autoverkeer naar de Karel Doormanstraat rijdt door de Weena-tunnel en keert bij het Hofplein. Vanaf de Kruiskade rij je via de Westersingel en de Koolsingel richting Hofplein. Kijk voor meer informatie op rotterdamonderweg.nl/Weena. In de Waalhaven wordt tot begin augustus in totaal 4 weekenden gewerkt aan de Reeweg en het Reewegviaduct. Van vrijdag 25 juni tot en met maandag 28 juni 5 uur 's ochtends is de Reeweg afgesloten voor het verkeer naar de A15. Vanaf Heiplaat en Waalhaven Zuidzijde. Verkeer vanuit Heiplaat rijdt om via de Waalhaven Zuidzijde en de Groene Kruisweg. De fietsbrug over de havenspoorlijn wordt ook gerenoveerd. De fietsverbinding tussen Reeweg en de Vondelingenweg is daarom tot 8 augustus in beide richtingen dicht. Fietsers rijden om via de Groene Kruisweg en de Albert Plesmanweg. Ga naar rotterdamonderweg.nl/Reeweg voor alle informatie. In IJsselmonde wordt gewerkt aan 3 verschillende fietspaden. Van dinsdag 29 juni 7 uur 's ochtends tot maandag 5 juli 4 uur 's middags is het fietspad langs de Voltairestraat dicht. Je fietst dan om via het fietspad langs de Zolaweg. Van woensdag 30 juni 7 uur 's ochtends tot maandagmiddag 5 juli 4 uur is het fietspad tussen Keltenoord en het naastgelegen sportcomplex dicht. Omrijden kan via Nieuwenoord en Krommenoord. Het fietspad tussen de Hoensbroeksingel en het Roelandpad is dan ook afgesloten. Je fietst om via de Geulenstraat en de Tongelaarweg. Meer informatie vind je op rotterdamonderweg.nl/IJsselmonde. Wil je weten hoe je er komt? Volg ons via Facebook en Twitter en kijk op onze website rotterdamonderweg.nl. Dit was Rotterdam Onderweg. Tot volgende week.